Dames en heren, goedemiddag. Eindelijk mag ik ook wat zeggen. We hebben vandaag natuurlijk de tentoonstelling, die heel bijzonder is met 17 fotografen. We hebben de Franse auteurs van het boek Kiss the Sky. En we hadden aangekondigd dat de gitarist Stef Del Bare hier zou hebben, Belgische gitarist, waar we al eerder dingen mee hebben gedaan, ook met Mark Witsma als zanger. Maar ineens, een paar dagen geleden, kregen we het bericht dat Stef voor de Belgische tv vanmiddag opnames moest maken. En toen zaten we met onze handen in ons haar. Ik heb geen handen. Nee, jij niet, maar ik wel. Ik heb nog iets. En al speurend en met hulp van Hans Pieters uit Woerden kwamen we terecht bij een fantastische band die gelukkig op de 80ste geboortedag van Jimi Hendrix in de gelegenheid was om ons uit de brand te helpen. En toen hebben we een soort deal gemaakt omdat ik met Mark altijd veel doe en Mark een fantastische zanger vind, om Mark met de band te laten zingen. En daarom hebben we nu voor het eerst ever een optreden van Electric Gypsies met Mark Witsma. Veel plezier, oordop in! We'll be right back.
Dankjewel. Down.
Toos Kerk te spelen. En eergisteren nacht werden we gebeld. Willen jullie dit doen? En ik kon de jongens niet bellen, want het was nacht. Maar ze staan hier. En in mijn eentje kan ik dit tipje niet vertonen. Dus daar wil ik een heel hard applaus voor deze medemuzikanten die hier achter mij staan. Nog een applaus voor op de drums, Thijs Kulker! En op de basgitaar, die knappe man die elk optreden een ander overhemd aanneemt. Nog een applaus op de bas, Levi Verheijen! Binnenkwamen maakten we kennis met de man die net op de vocale stond. Hij zal zo meteen de set afsluiten met een liedje. Wederom van Hendrix. Mag alvast een applaus. En nogmaals een applaus. Mark Ritsma, vocals. We'll be right back.
Bedankt allemaal.
Leuk dat jullie er zijn. Goed dat jullie er zijn. Veel plezier nog.